Hallo, van Royal Talents Benelux kreeg ik deze hele leuke Sakura Koi Watercolor Box met neonkleurtjes en met glitterwaterverf. En ik ga er een paar leuke kwallen mee schilderen. Ik begin met het opzetten van de vorm in eigenlijk bijna puur water, nou misschien heel erg lichtjes gekleurd met de waterverf. Ik doe eigenlijk alleen het hoofd even opzetten. Nou ja, hoofd is tegelijkertijd zijn lijf volgens mij. Maar zoals je ziet maak ik even die ronding met die friebeltjes aan de onderkant zonder die tentakels aan de onderkant. En ik zet het op met behoorlijk wat water en ik voeg aan de zijkant elke keer wat kleur toe. Ik weet niet of je dit echt helemaal nat in nat techniek kunt noemen, omdat de randen van mijn blad zijn eigenlijk nog helemaal droog en ik heb alleen maar die dot water neergezet en ik voeg dan eigenlijk met mijn kleur elke keer aan de zijkant weer wat toe. En die kleur trekt door het water heen naar het midden van de vorm. En elke keer geef ik weer wat extra kleur. En dat doe ik dus eigenlijk ook bij deze blauwe jellyfish. En per jellyfish probeer ik een paar kleurtjes een beetje met elkaar te mengen. Bij de roze voeg ik straks ook nog een beetje blauw toe. En bij deze blauwe ga ik straks ook nog een heel klein beetje paarsig-roze toevoegen. En in deze box zitten ook een paar hele leuke brons- en goud tinten, waterverf, met een glitter erin. Nou, die ga ik natuurlijk ook eigenlijk in elke jellyfish een beetje verwerken, zodat wanneer je het papier heen en weer beweegt, dat je zo'n leuk glimmertje krijgt. Nou, dat zie je natuurlijk niet op de camera, maar geloof me, het is echt heel leuk. En sorry trouwens voor de vreselijke vlek midden op mijn blad. Dat ligt aan mijn telefoon, niet aan het papier. Straks maak ik aan het eind een foto met mijn iPad en dan zie je gewoon die hele vlek niet meer. Wanneer je de basis van de jellyfish hebt opgezet, dan kan je gaan kijken naar het toevoegen van de tentakels. Of hoe zeg je dat? Tentakels? Tentakels? Nou, whatever. Die friebels aan de onderkant. En dat doe je met echt een bijna doorzichtige hoeveelheid water. En je maakt even echt een beetje de schaduwachterkant voordat je steeds meer kleurtjes gaat toevoegen. En laat het tussendoor ook gerust even drogen. Voeg dan water toe voordat je weer even kleur toevoegt. Eigenlijk weer een beetje half en half die nat en nat techniek die je me hier ziet gebruiken. En terwijl je de onderkant laat drogen, kan je zo de bovenkant nog even bijwerken. Extra contrast toevoegen door nog wat meer kleur toe te voegen. Even extra schaduw. En gebruik altijd dezelfde tinten waarmee je al aan het werk was. Doordat je elke keer iets meer kleur aanbrengt, worden de kleuren ook dieper en donkerder. Ja, en zodra die onderkant, de eerste schaduwlaag, al een beetje droog is, kan je de volgende laag erop beginnen te zetten. En dan zie je dat ik steeds de tentakels, die friebeldingen, steeds duidelijker ga neerzetten. Dus aanvankelijk is het allemaal heel erg vaag. En dan vervolgens probeer ik er met iets meer kleur, iets meer lijn in aan te brengen. Met nog meer kleur, nog meer duidelijke lijnen. Tot ik helemaal aan het eind gewoon echt een hele duidelijke lijn neerzet. Dus op die manier geef je eigenlijk de illusie van een achtergrond. Hier zie je nu dat ik in mijn roze jellyfish wat blauw heb toegevoegd. Daardoor matcht die wat beter met die blauwe jellyfish, waar ik ook weer wat roze heb aan toegevoegd. En de gele en de groene match ik dus daar op die manier ook met elkaar. En ik verbind ze helemaal met elkaar doordat ik overal een klein tikkeltje brons aan toevoeg. Nou, en ik vind het altijd heel erg mooi om mijn tekeningen te vergezellen met wat handlettering met een mooie tekst erbij. En ik heb in dit geval gekozen voor Psalm 107, vers 29. En in het Nederlands staat daar: Hij, dat is dan God, brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen.
Nou, dan hoop ik dat ik met dit filmpje jou een beetje heb kunnen inspireren en motiveren voor het maken van je eigen kwallenbende. Nou, mocht je toekomstige filmpjes van mij niet willen missen, vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube, Instagram of op mijn Facebook. En als je nou zelf wat hebt gemaakt naar aanleiding van een van mijn filmpjes of creaties, vind ik het heel leuk als je me tagt op social media, want dan mis ik ook jouw bijdrage niet. Dag!